En die ijsvogels, zitten die nu aan hun eerste broedsel? Eerste broed. Eerste broed. Ja. Ja, het is natuurlijk weer uitzonderlijk goede winter geweest voor de ijsvogel. Ja, er is geen ijs geweest. Daar gaat hij. Dat ging niet. Dat ging niet. Had je hem? Nee. Ze zijn er dus. Ze zijn er. Je komt me wel weer ophalen hè, vanmiddag, want anders kom ik hier nooit meer weg. Kijk, je kunt hier de hut neerzetten. Ja. Alles succes gewenst. Dankjewel. En tot vanmiddag. Ik ga mijn best doen. Ik beloof dat ik je kom halen. Heel goed. Hij heeft zich zojuist voor het eerst laten zien. Hij kwam razendsnel aanvliegen en landde precies op het takje waar Van Hans zei dat hij altijd gaat zitten. En ik heb nog even helemaal niet bewogen, niks aan mijn camera gedaan, alleen maar even op start gedrukt. En ik keek echt even een tijdje zo rond, had geen prooi bij zich. Misschien toch even kijken van wat een gek hutje daar ineens. Dus ik dacht ik doe helemaal niks en toen vloog hij weer weg. En ik hoop dat hij nu gewoon zo meteen weer terugkomt met een visje in zijn bek of iets anders. Nou, de tent staat er nog. Stijn! Hey. Joehoe! Hoe gaat het? Nou, ik moet geduld hebben. Heb je hem? Twee keer. Oké. Okay. Hij bleef even zitten, keek wat om zich heen. En weg weer. Hij vloog weer rustig vandoor. Hij ging niet in zijn nest in. Hij ging niet zijn nest in en had ik geen visjes of iets dergelijks bij zich. Oké. Okay. Alleen er vliegen hier ook allemaal beekjuffertjes voor. Ja, en die zijn ook blauw. En elke keer dan vliegen zo'n helblauw. En elke keer denk ik, ah, daar heb je hem. En dan is weer zo'n. Prachtige. Ja, ben je weer teleurgesteld? Irritante beekje. Of slechts een beekje. Ja, precies. Het is de tweede dag en ik zit hier. Ik zit hier nog een keertje. In de hoop de ijsvogel beter te filmen dan gisteren. En ik heb de camera gefocust op het hol. In de hoop dat ze er straks uitkomen. Het is nog vroeg in de ochtend. Dus ik hoop dat ze zich laten zien vandaag. Dat ging niet weg. Ze zijn hier echt. Alle mannen en vrouwen zijn de hele tijd rond het holletje aan het vliegen. De in, de uit, op de tak. En het is een prachtig gezicht. Het is heel grappig, elke keer komt een van de ijsvogels komt het hol uitgevlogen, maakt dan een heel snel lusje en vliegt dan weer vliegensvlug het holletje in. En ik heb het vermoeden dat hij gewoon bezig is om om de gang te graven voor het nest. En het is ook heel goed te zien hoe ongelooflijk wendbaar die ijsvogel is, want hij vliegt echt knoerhard en ineens maakt hij een scherpe bocht. En dan pats gaat hij weer terug, het holletje in. Ja, het is echt een waanzinnig gezicht. Heel leuk.